André, wat laten jullie het hier liggen? Ja, dat laten we zeker. Het is een wedstrijd met twee gezichten. Maar dat komt omdat AFC vandaag een ploeg was met twee gezichten. Op de eerste helft heb je de ploeg gezien die na de wintersport gedisciplineerd en gegroepeerd kan spelen en er gevaarlijk uit kan komen. En we komen gewoon met 1-0 voor, er is niks aan de hand. En in de tweede helft zie je gewoon de ploeg die door dit soort dingen onderaan is gekomen te staan. Ongedisciplineerd in de taak. Spelervatting waar iemand niet gedekt wordt, ongedisciplineerd in het veld, ongedisciplineerd naar de scheidsrechter toe. Ja, dan trek je het binnen 6, 7 minuten de wedstrijd de drama over jezelf heen en sta je in plaats van 1-0 voor 2 en achter. Dat heb ik me wel ongelooflijk aan geërgerd in de tweede helft, dat het gemekker tegen de scheidsrechter ook. En heus de man deed niet alles goed. Sterker nog, ik heb me ook wel eens afgevraagd waar hij mee bezig was. Maar dat gepiep en dat gezanik, dat is echt... Dan moet je kerel zijn en dan moet je je verlies nemen. En dan ga je gewoon door en niet gaan zitten piepen de hele tijd. Hoe kan een ploeg naar zo'n goede eerste helft eigenlijk zo diep terugvallen? Nou ja, dat is dus wat ik zeg. Dat zit allebei in deze ploeg. Als ze met z'n allen willen werken en gedisciplineerd willen zijn, dan hebben we kwaliteit genoeg om in de tweede divisie te spelen. Dat zag je ook in de eerste helft. Wij zijn ook die ploeg die in de tweede helft gezien heeft. En nogmaals, ongedisciplineerd in een heleboel dingen. Mensen die gewoon opgeven, mensen die te veel tegen de scheidsrechter zeuren, mensen die hun taak niet uitvoeren, mensen die de taak bij een spelervatting niet uitvoeren, ja, dan trek je het over je heen. En wat kun jij eraan doen? Nou, eerste plaats ben ik normaal gesproken, als ik me geïrriteerd heb na een wedstrijd, heel boos. Ik ben nu eigenlijk meer gelaten. Zo was ik in de kleedkamer ook. Maar maandag op de training wordt het toch even goed nabesproken. Want als wij dit doen wat we in de tweede helft deden, dan gaan wij het niet redden. En als wij dat doen wat we in de eerste helft deden, dan blijven wij er gewoon in. En die spelers moeten kiezen. Wat willen ze? Wat ik in de tweede helft gezien heb, was voor mij zeer frustrerend en ik vind het schandalig. Ja, want jullie hadden een goede slag kunnen slaan vandaag, hè? Absoluut. Je ziet de tegenstanders godzijdank ook verliezen. Maar je had gewoon hier kunnen winnen of een punt kunnen pakken. En dan had je weer een stapje gemaakt. En dat hebben we het gewoon laten liggen. Heb je nog wel zin in zo'n, zo'n ongedisciplineerd zootje op je oude dag? Nou ja, kijk, uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Dus als het niet gedisciplineerd is in de tweede helft, slaat dat ook op mij terug. Daarom ga ik er natuurlijk alles aan doen om dat in de volgende wedstrijd te voorkomen. We hebben er een aantal weken voor moeten knokken om dat er allemaal uit te krijgen. Maar het was nu echt 100% weer terug. En ik heb me gewoon verbaasd over wat er gebeurde in het veld. En dat moet eruit. En desnoods slaan we het eruit. Slaap je hier ook slecht van? Nou, van zo'n tweede helft slaap ik heel slecht. Maar ik ben inmiddels zo'n lange ervaren trainer dat ik ben even ziek. En ik schrijf dadelijk thuis even een aantal dingen op. En dan ga ik met mijn vrouw en kinderen rustig een borreltje drinken. En hoe ga je deze jongens aanpakken? Nou ja, die worden natuurlijk door mij toegesproken op maandag en op hun fouten gewezen. En ik denk dat ze dat zelf ook zo langzamerhand wel weten. En dan moeten we weer keihard trainen en goede afspraken maken voor de volgende wedstrijd. Want ik wil de ploeg zien die ik in de eerste helft gezien heb. Krijgen ze het zwaar komende week? Ja, dat sowieso natuurlijk. Ik ben geen blije trainer. En ik neem aan dat een aantal spelers ook niet heel erg blij zijn. Ik hoop dat ze vooral in de spiegel kijken en de fout bij zichzelf zoeken. Succes. Dankjewel.